Dit is mijn atelier. Ga je mee? Ik heb altijd zin in de dag om te zien wat de dag me brengt. Als ik in het bos loop en ik hoor de vogels fluiten en ik zie mijn hond lopen, dan gaat mijn oog altijd vanzelf naar allerlei bewegende takken, bewegende blaadjes, de wind, al wat de natuur zo vormgeeft. En dat leg ik altijd weer terug in mijn werk. Ik kan van niets iets maken en zie elke dag opnieuw de schoonheid van wat ons gegeven is. En er zit van nature altijd een hele mooie vorm in een tak. En dan ga ik naar huis en dan pak ik mijn was en probeer ik dat bij benadering na te maken. Zo wordt vanzelf een beeld geboren bij mij. Eigenwijs is hel. Eigenwijs, ik ben eigenwijs. Ik doe het graag op mijn manier. Ik wil het zoals ik het wil. Ik heb bijna altijd Prince aan als ik bezig ben. Prince is mijn inspiratiemuziek. Ik vind mezelf verre van lastig. Ik heb wel een mening, ja. En ik voel me heel erg dicht bij mezelf. En zal niet zo snel meelopen met een andere mening, omdat een andere mening populair is. Nee, ik heb mijn eigen pad, mijn eigen weg, mijn eigen visie. En voel me daar heel comfortabel bij. Het leukste vind ik om te boetseren. En lekker alle vormen uit te proberen, naast elkaar te leggen. Vanaf kleins af aan deed ik ook niks anders als knutselen. Ik kan en ik wil niet anders, omdat ik het heerlijk vind. Ik heb nooit van tevoren een vast omlijnd idee. Ik begin en er gebeurt wat en er ontstaat wat. Ik ben altijd met verschillende dingen bezig. Nou weer met een dier, maar tegelijkertijd ook met een vrouwfiguur met de armen wijd. Nou ja, om brons te vervaardigen moet je wel eerst met de was werken, anders krijg je dat niet voor elkaar. Want was smelt in de mal in de oven en in die holte die ontstaat komt het brons weer. Was laat zich ook heel mooi vormen. Was kun je heel dun aanbrengen. Het zakt nooit in elkaar. Het is heel wendbaar. Het is helemaal te kneden naar mijn zin en dat heb ik graag. Ik ben heel erg van het aanraken. Sowieso zelf wil ik het aanraken, maar ik wil ook heel graag dat mensen zich aangeraakt voelen door wat ik doe, door het werk wat ik maak. Het leven is ook om aangeraakt te worden. Dus mogen mijn beelden zeker een aai krijgen, ja. Graag zelfs. Creëren van iets wat nog nooit eerder gemaakt is, dat is mijn passie. Fantastisch wanneer mensen in de galerie binnenkomen of op een expositie binnenkomen, naar een beeld kijken en dan spontaan gaan huilen. Heerlijk. Ik ben Roos en dit is mijn kunst.